Ja, nou ja, natuurlijk, het is het begin van het studiejaar, hè, dus alle eerstejaars die komen weer deze kant op. En wat we merken dit jaar is dat iedereen weer heel graag kamers wil. Vorig jaar was het met corona natuurlijk twijfelachtig. Heel veel studenten kwamen niet op kamers, die hadden zoiets van stel het een jaartje uit. En dit jaar zien we echt wel weer dat iedereen weer graag kamers wil. Dus dat er veel wordt gereageerd op ons aanbod. Heb je al een studentenkamer? Niet hier. Waar wel? In Nijmegen. En wil je hier naartoe? Jazeker. Ja. Dat is niet makkelijk. Toch niet? Waar loopt dat vast? Voor mij is het, ik ben Nederlands en buitenlandse studenten hebben prioriteit via de huisvesting hier. Dus het is voor mij heel lastig om iets te vinden. Heb je al een kamer? Nee. Hoe komt dat? Omdat ik die nog niet gevonden heb. Ik heb geen prioriteit gekregen vanaf degene die de kamers verzorgen. Omdat ik te dicht bij Wageningen woon. En daarom sta ik niet bovenaan de lijst. Hey, je hebt de kamer gevonden? Ja, klopt. Ik ben heel blij. Ja. Lang geduurd? Een half jaar uiteindelijk. Maar dat was omdat ik tussendoor ook nog... Ik had een tussenjaar, dus ik was weg en dan weer hier. Maar ik heb gehospiteerd en uiteindelijk op de derde keer ben ik het geworden.